Er is een dorp in Nederland, misschien dat je het kent. Daar gaat het leven anders dan je bent gewend. Daar loopt een clown op straat en een hond die jou verstaat. En daar komen uit het niets twee zusjes op de fiets. Het is een mooie wereld hier, het is een mooie wereld hier. Vol van avonturen en van spanning en plezier. Het is een mooie wereld hier, het is een mooie wereld hier. Zelfs als je alleen bent, heb je toch plezier voor vier. Zijn er. Is dit uw kasteel, meester? Nee, natuurlijk is dit niet mijn kasteel, vleermuizenbrein. Hup, naar boven. Zoals u wilt, meester. Is dit uw kasteel? Ik ben de meester. Prima. Kijk dan eens recht voor je uit. Ik zie een kasteel. Is dat uw kasteel? Ja, dat is mijn kasteel. En het is jouw taak om die te verdedigen. Als er vreemde mensen door het bos lopen, of als er vijanden in aantocht zijn, dan moet jij mij direct waarschuwen. Begrepen, meester. Ik zal de wacht houden. Fantastisch. Dan kan ik verder werken aan mijn plan. Aan uw plan? Wat voor een plan precies, meester? Omdat ik jouw meester ben, wordt het dus een meesterlijk plan. Ah! Stilte! Ik ga terug naar het kasteel. Waarschuw me als er gevaar dreigt. Wat heerlijk om voor de meester te werken. Niemand komt voorbij Friedrich Schmicht. Ja, beter dan het warme eten. Hoezo? Wat was daar mis mee? Nee, niks. Niet. Nee, nu wil ik het ook weten ook. Wat was daar mis mee? Nou, bloemkool moet toch niet zwart zijn? Die hoort toch wit te zijn? Tilka. Je snapt ook helemaal niks van eten. Bloemkool is inderdaad wit. Maar als je het kookt, dan wordt het zwart. Het wordt lekker knapperig. Knapperige bloemkool. Ik kan niet dan gaan poetsen. Maar ik wil nog helemaal niet slapen. Jawel, dat moet. Het is lang bedtijd. Maar ik heb de hele tijd van die enge dromen. Ach, daar hoef je niet bang voor te zijn. Dromen zijn bedrog. Is het echt zo? Ja, natuurlijk. Ben je dan niet bij dat kasteel geweest? Het kasteel? Nee, natuurlijk niet. Wat moet ik daar nou doen? Ga je toch maar poetsen. Ik vind het echt heel erg leuk om even samen weg te zijn. Ja. Ik werd ook zo gek van Celine. Hoezo? Ze wilde de hele tijd weten wat we vanavond gingen doen. En ik wilde het eerst geheim houden. Maar ik heb het uiteindelijk toch maar verteld. Alsjeblieft, het menu. Ja, dankjewel.
wat anders. Ik ben benieuwd wat het vandaag zou zijn. Ja. Weet je wat? Ik zal het even voor je vragen. Even zo terug. Prima. Het is een beetje een aparte smaakje. Ik ga even een nieuw flesje water halen. Ik heb van die enge dromen. Kom even lekker zitten, meid. Zal ik wat thee voor je zetten? Heel graag. Ik zal je krijgen, Otilka. Hoor je me? Ik zal je krijgen. Selina! Ik zag Balthazar in de televisie.
Tilka. Volgens mij ben je gewoon een beetje moe. Nee, ik zag hem echt, de tovenaar. Hij zei dat hij me zou krijgen. Kom hier. Hij krijgt jou niet te pakken, meid. Dat beloof ik je. Hij krijgt jou niet te pakken. Jelger? Ja? Ik moet iets vertellen. Wat dan? Ik was gisteren ook in het restaurant. Welk restaurant? Nou, bij jou en Sylvia. Ja, ik heb jullie etentje verpest. Maar waarom dan? Nou ja, ik vond het niet leuk dat jij en Sylvia samen weggingen. En ik wilde pannenkoeken! Nou, weet je wat? Dan ga ik nu naar de winkel. Dan haal ik pannenkoekenbeslag en dan eten we vanmiddag pannenkoeken. Joepie! Oh, wacht even. Dan nodigen we Sylvia ook uit om het goed te maken. Dat vind ik een heel goed idee. Ik ga hem meteen bellen. Zo, Sil. Lekker geslapen vannacht? Hé, hoe was je afspraakje trouwens gisteravond? Oh, ramp. Ik heb geen ogen dicht gedaan. Oh ja? Wat is er gebeurd? Oh, ik wil het niet meer aan hebben. Waar is mijn Tilka eigenlijk? Ja, gewoon op bed. Nu nog? Ze was als eerste wakker. Ja, maar ze kon niet zo goed slapen vannacht. Oh, dat was jij ook al niet. Nou, ik moet vandoor. Waar ga je naartoe? Nee, niks bijzonders. Naar Balthazar. Zo, Herman. Inspecteur, goedemorgen. Wat fijn om weer te zien. Jij bent wel heel erg vrolijk. Vrolijk? Zeg maar gerust. Dolgelukkig. En waarom dan wel? Als u eens wist, hè, hoe vaak ik hiervan heb gedroomd. Eindelijk hoef ik geen taartjes meer te halen. Ik kan wel dansen. Let op. La, 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 la. Ah, commissaris. 1 minuut te laat. Spijt me, inspecteur. Gelukkig ben ik in een goede bui. Is het bureau leeg? Jawel. Mooi, dan zal ik daar nu mijn intrek nemen. Inspecteur, ach, geeft u mij nog 1 kans. Nog een kans? Commissaris, u heeft 100 kansen gehad en ze alle 100 verknoeid. Inspecteur, doe het dan voor Herman. Voor Herman? Kijk eens hoe verdrietig die is. Hij zou me zo verschrikkelijk missen. Hoeft u helemaal niet te missen, commissaris. Agent Herman is ook ontslagen. Wat? Ja, wat dacht je dan, man? Je bent net zo goed verantwoordelijk voor de ontsnapping van die juwelendief. Maar dat is niet waar, inspecteur. U heeft toch een agent nodig? Dat klopt, ik heb een agent nodig. Het enige wat jij kan is taart halen. Nou, dat is niet waar, inspecteur. Ah, precies.
kon hij ook niet eens. Dat interesseert me niet. Herman vliegt er ook uit. Nou moet je eens even goed naar me luisteren, mannetje. Wie denk je wel dat je bent, hè? Die stinkpijp, die duikbril, die rare pet, slaat het op. Zonder agent zijn we toevallig wel helemaal alleen. Oh, ik vind heus wel een andere agent, hoor. Oh ja? Hoe dan? Agenten komen zomaar uit de lucht vallen. Sorry, struikel. Ik las in de krant dat juweeldief is ontsnapt. Geheel juist. Hij zat toch in die oude bunker? Wederom, geheel juist. Gisteren heb ik daar een meisje gezien. Ze gedroeg zich heel verdacht, dus ik heb een paar foto's gemaakt. Misschien wilt u die zien? Heel graag. Kom maar mee naar binnen. Sylvia, zo zit het dus. Ja, ik deed helemaal niks. Het waren gewoon flauwe grapjes van Sebastiaan. Leuke grapjes. Nou, om het goed te maken willen we je uitnodigen om hier te komen eten. Ja, ja, kom heel graag even langs. Over een uurtje? Oké. Pannenkoeken! Ja, tot zo. Yes. Sebastiaan? Ja? Sylvia komt er zo aan. Oké, dat is mooi. Ja, ik ben blij dat het weer helemaal goed is tussen jullie. Wat zie jij om te doen? Ik zit te luisteren. Of ik al iets hoor. Hè? Hoe bedoel je? 'S Ochtends is het hier altijd zo stil. Ja, iedereen moet nog wakker worden. En dat vind ik nou zo saai. Ik ben altijd meteen wakker. Dan gaan we de rest toch ook wakker maken? En dat kan het beste. Met een liedje! Zowat helemaal hetzelfde is, vreselijk voorspelbaar. Maar vanmorgen sprong ik fluitend opgewekt mijn bedje uit. En daarna riep ik luid: word allemaal eens wakker, sta allemaal eens op. Word allemaal eens wakker, sta allemaal eens op. Mensen rennen over straat. Ze je straal voorbij, lekker chagrijnig. Trek je er maar niks van aan. Maak gewoon je eigen plan en roep zo hartje. Er is werk te doen. Jawel, meester. Zo, het is de hoogste tijd om aan het plan te beginnen. Het draait allemaal om een klein meisje, Otilka. Ik ben erachter gekomen dat zij over speciale gaven beschikt. Speciale gaven, meester? Ja. In haar droom kan zij precies zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. Oh, dat is handig. Handig? Dat is rampzalig. Oh, en waarom dan wel? Door wie ben jij in de gevangenis beland? Ah, Jelger de Goochelaar. En wie probeert mij steeds te slim af te zijn? Jelger de Goochelaar. Ja. Dus op wie gaan wij wraak nemen?
Jelger de Goochelaar. Heel goed. Maar dat gaat niet met Otilka in de buurt. Oh, ik snap het. Dan waarschuwt ze gelijk die goochelaar. Of misschien wel de politie. Precies. Dus we moeten eerst Otilka uit de weg ruimen. Maar hoe dan, meester? Dat zul je zo wel zien. Ik ga eerst naar het kasteel om wat te halen. Wacht jij maar hier op mij. Zeer interessant. Goed werk. Je hebt een neus voor de misdaad. Zou u denken? Net als ik. Ja, ik weet het zeker. Zou jij er wat voor voelen om mij te assisteren? Momenteel kom ik hier agenten tekort. U bedoelt dat ik een echte politieagent word? Niet helemaal. Eerst ben je agent in opleiding. Doe jij je werk goed? Ontwikkel jij jezelf? Boek je vooruitgang? Dan zou je misschien een echte agent kunnen worden. Dus zeg het maar. Ja of nee? Ja, heel graag zelf. Uitstekend. Inspecteur De Vries. Charlie. Agent Charlie. Friedrich. Gaan we nu beginnen met het plan, meester? Nog niet. Je moet eerst wat voor mij stelen. Ah, leuk. Daar ben ik goed in. Wat moet ik stelen? Ik zag net in mijn kristallenbol dat Jelger de Goochelaar een oude kist heeft gevonden. Ah. Ik wil weten wat daarin zit. Ja, maar als die goochelaar mij dan betrapt? Die goochelaar is nu niet thuis. Je moet meteen gaan. Ik zal je volgen in mijn kristallenbol. Misschien zit er wel iets magisch in die kist. Ik heb de kist gevonden. Wat zou de meester trots op me zijn? Braaf hond. Braaf hond. Zo, Jelger. Ja. Heel de buurt is weer wakker. Sebastian, dat denk ik ook. Hé, maar ik ga even boodschappen doen voordat Sylvia komt. Oké, dan ga ik me even omkleden. Ja, tot zo. Tot zo. Au. Au. Sissende sidderhalen en rotte drager-tanden in groene spinnensoep. Wat heb ik nou aan jou? Ik stuur je erop uit om een kistje te stelen en dan kom je mee terug. Met lege handen en een grote bult op je hoofd. Dat kwam door Pietje, meester. Dat kan me niet schelen. Zou u een beetje zachter willen praten? Ik heb zo'n hoofdpijn. Ga kijken wie er is. Jawel, meester. En als het Celine is, zeg haar dat ik geen nieuwe opdracht voor haar heb. Wat doe jij met jezelf? Weet je dat dan niet? Je hebt mezelf dat drankje gegeven. Heb ik jou vrijgelaten? Ja. Bedankt nog, hè. Doei. Wacht! Ik wil niet weten wat Baltzer van Natilka wil. Jullie zijn niet met haar van plan, hè? Laat me los, meisje. Of jij en je zusje zullen ervan lusten. Zeg maar tegen Otilka
dat ze binnenkort haar bijzondere gave vaarwel kan zeggen. Bijzondere gave? Daar moet ik meer van weten. Is zij in de weg? Jawel, meester. Maar ze was allemaal aan het zeuren over Otilka. Wat? Hoezo? Wat zei ze dan? Ze wilde weten wat hij allemaal met haar ging doen. Sissende sidderhalen. Ze weet natuurlijk dat ik achter Otilka aan zit. Straks waarschuwt ze haar nog. Oh, dan mislukt het hele plan. We moeten haar uit de weg krijgen. Ja, dat snap ik ook wel, mislukte ananas. Geef me je telefoon. Voor de tip. Ik ga er onmiddellijk op af. Trouwens, met wie spreek ik? Bruisende buffels. Ik ben briljant. Wat heb je nou allemaal gedaan, meester? Ik heb de politie verteld dat Celine jou heeft laten ontsnappen in ruil voor een zak goud. En ik heb in mijn kristallenbol gezien dat zij die zak goud heeft verstopt in haar kledingkast. En als de politie die vindt, dan nemen ze haar natuurlijk meteen gevangen. Dan kunnen we toch nog doorgaan met ons plannetje. Ja, natuurlijk. Wat is het toch heerlijk om slecht te zijn. Wat is het toch heerlijk om gemeen te zijn. Wat is het heerlijk om boosaardig te zijn. Wat is het toch heerlijk om, geel te zijn. Wat is daar nou heerlijk aan? En? Prima, dat ziet er goed uit. Alleen... Je kunt meteen aan de slag. Ik kreeg daarnet een anonieme tip binnen. Dat meisje dat je hebt gezien bij de bunker schijnt de juwelendief te hebben bevrijd voor een zak goud. Een zak goud? Ja, het klinkt mij ook wat vreemd in de oren, maar ik wil toch weten of het klopt. Het moet in haar kledingkast liggen. Ik stel voor dat jij daar een kijkje gaat nemen. Ik ga het uitzoeken, inspecteur. Succes, Charlie. Bij de ontsnapping van de juwelendief. Wat? Celine, wist jij dat er een boef is ontsnapt? Oh ja? Is er een boef ontsnapt? Ja, en u schijnt hem geholpen te hebben in ruil voor een zak goud. Hoe weet je dat? Hoe komt u daar nou bij? Mag ik er even langs? Zo,
gaat zomaar niet! Ik heb me vergist. Er is niks te vinden. Neemt u mij niet kwalijk. Niks mee te maken. Zie je nou wel? Ja, dat dacht ik al. Tja, wat kunnen politieagenten zich vergissen, hè? Wat nou? Je hebt het wel gedaan, hè? Je hebt het alleen niet in die kast verstopt. Ik heb het wel in die kast gestopt. Hoe lang dacht je dit nou nog verborgen te kunnen houden? De waarheid komt altijd boven. Ja, oké, rustig. Waar is die zak goud? Ja, dat weet ik niet. Ik heb er genoeg van. Oeh, ik dacht even dat ik het goud echt verloren had. Laat ik het maar snel gaan uitgeven voordat de politie terugkomt. Waar blijf je ogen nou toch? Ik ben eigenlijk best benieuwd wat er in die kist zit. Zal ik dan toch even kijken?